Het is een van die vele ergernissen. Na een dag hard werken, een volle trein instappen en tot de ontdekking komen dat er geen zitplaatsen meer zijn. De NS komt met een app voor smartphone en iPad om een einde te maken aan die ellende. Met de applicatie kun je precies zien waar in een trein nog zitplekken zijn. Je kunt je van tevoren aanmelden, dus zou je mee willen doen met deze proef, dan kun je je via de site aanmelden. Nou ja, daar wijst het zich vanzelf wel hoe dat in zijn werk gaat. Dan krijg je die app op je telefoon of op je iPad en dan kun je meedoen en kun je dus zien hoe druk het in jouw trein is. Eigenlijk komt erop neer dat je op het station staat, je trein komt over een aantal minuten binnenrijden. Dan kun je op je app zien waar eigenlijk in die trein nog zitplaatsen zijn. Ja, je ziet inderdaad, op je app zie je een treintje en rood is vol en groen is nog plek. Ja, het is eigenlijk heel simpel natuurlijk en je kunt inderdaad van tevoren al bedenken waar je ongeveer instapt. De app bevindt zich nog in een testfase en wordt momenteel uitgeprobeerd in 11 intercities die tussen Zwolle en Roosendaal rijden. We zien nu inderdaad je moet eerst even wachten hoeveel mensen zich aanmelden. Nou ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan. We hadden ingeschat iets voor 500 mensen die meedoen aan de proef. Het zijn er 1000 geworden. Nou ja, het geeft voor ons natuurlijk ook een heel goed beeld van hoe het ervaren wordt en waar de plussen en de minnen zitten. Ja, en nu moeten we even de periode van de proef afwachten om te kijken hoe het verder gaat. De NS heeft een nieuwe app waarmee je precies kunt zien waar je het beste in de trein kunt instappen. Is dat handig voor jou? Eigenlijk niet. Want ik heb alleen al geen internet op mijn telefoon en ik stap gewoon ergens in. Nou, stel dat je wel internet hebt, zou je er dan gebruik van maken? Ik zou er waarschijnlijk niet eens aan denken, maar misschien dat sommige mensen het heel handig vinden als de trein elke keer vol zit. Heb je nou de nieuwste app van de NS al geïnstalleerd op je telefoon? Sorry? Nee. Met de nieuwste app kun je precies zien waar nog vrije zitplaatsen zijn in een trein. Is dat een handige app, denk je? Ik denk het wel, ja. Het is altijd een beetje zoeken naar een plek in de trein. En daarmee zou het inderdaad wel een uitkomst zijn. Nou ja, ik weet niet. Ik heb er niet zoveel aan. Want ik kan maar in één plek instappen, anders ben ik veel langer onderweg. Dus. Ja, maar dat je op je telefoon kunt zien waar je het beste in kunt stappen in de trein, waar nog zitplaatsen beschikbaar zijn, dat is toch vreselijk handig? Ja, je kan ook gewoon door de trein lopen. Ik vind het een beetje onzinnig. Nu klinkt dat allemaal leuk, maar wanneer kan er in Groningen gebruik worden gemaakt van de app? Een proef doe je natuurlijk niet zo, maar je hebt er wel een doel bij. We moeten afwachten. Hè? Dus je kan niet vooruitlopen nu op het resultaat van de proef. Maar natuurlijk doe je dat wel om in de toekomst dan meer mee te kunnen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat over een paar jaar in Groningen deze app gewoon keurig op je telefoon gebruikt kan worden? Nou ja, inderdaad. Hè? Dan zou je het inderdaad uit kunnen breiden op meerdere trajecten. En dan zit Groningen daar vast tussen. Met de applicatie wil de NS haar reizigers een extra service aanbieden die moet leiden tot een betere reiservaring. De andere vervoerder in Groningen, Arriva, is voorlopig niet van plan om een dergelijke app uit te rollen. Nou, we zijn als Arriva natuurlijk altijd bezig om ook via mobiele applicaties innovatieve ideeën te ontwikkelen. Een app waarbij je dus kunt zien of er nog plek is in de trein, dat hebben we niet. We lossen dat op andere manieren op. Zo zetten we extra personeel in op de momenten dat het druk is, die de reizigers de lege plekken in de trein en in de bus wijst. Ja, want eigenlijk dat personeel reist mee op de trein en die zegt van goh, voorin of achterin zijn nog lege zitplaatsen beschikbaar. Dat klopt, het gaat op die manier. We staan dan op de stations en wijzen reizigers dus de plekken aan in de trein waar nog ruimte is. Daarnaast denkt dat het bedrijf na om haar treinviewer uit te breiden. De vervoerder sluit niet uit dat de website met actuele posities van treinen in de toekomst een app wordt. We zijn natuurlijk altijd bezig met die ontwikkelingen, ook om de treinviewer eventueel als een mobiele site of een mobiele applicatie in te voeren. Ik kan nog niet al te veel over zeggen, maar ik sluit niet uit dat Arriva in de toekomst de treinviewer ook voor bus en op een mobiele site aanbiedt. De proef met de app tussen Zwolle en Roosendaal duurt nog tot begin mei. Daarna zullen de resultaten worden opgemaakt.